Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Carmen en ben jij ook benieuwd wat er in dit pakketje zit? Blijf dan kijken. Leuk dat je kijkt naar deze unboxing video. Ik had iets besteld bij Uncover Skincare van Dr. Jetske Ulte, de website. Ik dacht, waarom ga ik er niet een video van maken? Een echte unboxing video. Ik weet dus al wat erin zit, maar jullie nog niet. Dus kijk zeker even naar me mee. In de doos zat dus deze zwarte box. En hier zitten eigenlijk alle make-up producten van de Uncover Skincare lijn. Altijd als je iets bestelt bij Uncover Skincare, dan krijg je er altijd een zijsluiter bij. Hier staat alle informatie in over de producten en over Dr. Jetske zelf. Super leuk om even door te lezen. Je krijgt er ook altijd een kaartje bij. Ik heb er intussen al best wel veel. Het is ook wel leuk, want elke periode komt er bijvoorbeeld weer een ander soort kaartje. Dan nu weer terug naar de box. Wat er dus net uitviel, is dit. Eigenlijk zitten hier alle kleuren foundation in als testertje. Mocht dus de kleur foundation die je erbij besteld hebt niet goed zijn, dan kan je hem hier als eerste testen. Of als je niet zeker weet dat het een goede kleur is. Dan kan je hem hier eerst testen. En je kan het altijd weer opsturen of omruilen. Ik heb deze box eerder besteld. En dit was voor mij ongeveer een jaar geleden. Ik wilde graag alle producten gewoon uitproberen. Dus ik besloot gewoon de box te kopen. Die was toen op dat moment ook in de aanbieding. Dus er ging ook best wel veel korting vanaf. En als je überhaupt al de box op zichzelf koopt, tegenover de losstaande producten, qua prijs ben je dan ook goedkoper uit. Het is niet heel veel, 10 euro of zo, maar goed, het is toch 10 euro. Dus dan is het, ja, als je nog geen enkel product hebt en je wil ze wel een keer allemaal uitproberen, dan zou ik de box kopen. Aangezien de producten van Uncover Skincare voor mij best wel, tenminste, ik vind ze zelf best wel duur. En ik heb ook geprobeerd om er goedkopere producten voor in de plaats te vinden. En ik dacht dat dit mij wel gelukt was. Ik kocht bijvoorbeeld de bronzer van Essence. En dat ging op zich een tijdje wel goed. Uncover Skincare richt zich natuurlijk echt op de gevoelige huid. En die zorgt echt dat er geen irriterende ingrediënten in de producten zitten. En dus op de laatste tijd, terwijl ik Essence gebruikte of andere producten, dan merk ik toch dat mijn huid erop achteruit gaat. En dat gaat toch irriteren. En ik merkte gewoon dat het niet goed ging. Dus besloot ik toch weer de box te kopen. Het is wel weer een hoop geld. Maar ik hoop dat mijn huid dan weer toch weer een beetje normaal wordt. De producten die allemaal in de box zitten. Dat zijn de bronzer. Poeder. De foundation. De concealer. En een kwast. Je krijgt echt een super mooie, grote, fluffy kwast erbij. Ik vind de producten ook echt heel mooi uitzien. Heel luxe eigenlijk. Ook heel mooi dat het in zo'n hele, toch wel mooie doos zit. De doos ziet er op zichzelf niet heel bijzonder uit. Maar toch, het is, ik vind het wel mooier uitzien. Het is toch een soort van cadeautje voor jezelf wat je dan ook maakt. Zoals ik net al zei, heb ik de producten een jaar eerder ook al gekocht. Ik heb hier ook echt een review over de producten geschreven. En dat heb ik toen geschreven op mijn blog. Toch leek het mij ook wel leuk, nu ik toch wat meer met video's bezig ben, om ook in de video wat meer over de producten te vertellen. Maar wil je toch liever de review lezen? Die link ik even in de beschrijving. Dan kan je daar ook nog even op kijken. Wat Dr. Jetske zelf ook altijd zegt. Wat heb je aan goede huidverzorging als je vervolgens irriterende make-up op je gezicht smeert? En dit is eigenlijk iets waar ze wel gewoon heel erg gelijk in heeft. Dan ben je zo goed eigenlijk je gezicht aan het verzorgen. En dan vervolgens doe je er make-up op waar allemaal parfum en zo weer in zit. Dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Ik heb het nu zelf ook gemerkt. Eigenlijk heel grappig. Ik had ook een look eigenlijk voor jullie opgenomen met bepaalde make-up. En dit was eigenlijk voor mijn werk. Hebben we bij de Ethos, ik weet niet of je misschien kent, zoek je look actie.
En hiervoor moesten we dan in de winkel onze eigen look uitproberen en dat dan opdoen. En ik kreeg eigenlijk gewoon best wel goede gratis producten mee. En ik merkte gewoon dat het dat mijn huid er gewoon niet blij mee was. Mijn gezicht, mijn ogen, alles. Het voelde alsof ik zulke ogen had. Het voelde gewoon echt niet fijn. En dat was echt het moment dat ik dacht van ik moet gewoon weer terug naar de make-up van Uncover Skincare. Want dat was het dat waren de enige make-up producten waar ik gewoon zeker over was als ik dat op mijn gezicht smeerde. En ja, ik denk dat als je echt een hele gevoelige huid hebt en ook veel last hebt van buisjes en zo, dat deze producten of deze box echt wel goed voor je kan zijn. Het is echt wel even een uitgave. En misschien moet je er even voor sparen. Maar als je echt een gevoelige huid hebt en last hebt van puistjes en eigenlijk altijd niet tegen alle make-up soorten kan, dan is dit wel echt een hele goede oplossing. Het eerste product waar ik het echt over wil hebben, dat is een concealer. Want de concealer is het enige product wat ik echt over heel het jaar al meerdere keren gekocht heb. Ik denk dat dit al de vierde of vijfde is die ik koop. Concealer is hetgene wat ik gewoon echt niet anders kon vinden. Ik kon hier gewoon geen vervanging voor vinden. De concealer die smeert zo lekker uit. En hij blendt mooi in. Het is een goede kleur. Dat is gewoon zo fijn als je een goede concealer gevonden hebt. Ik heb natuurlijk ook wel, iedereen heeft denk ik wel een beetje wallen onder zijn ogen. En deze die haalt het echt gewoon weg. De kleur, je ziet het gewoon niet meer. Dus dat vind ik echt heel fijn van deze concealer. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ik hem al meerdere keren gekocht heb. Dan de bronzer. En de bronzer was ook eigenlijk een product wat ik in eerste instantie dacht dat ik daar geen vervanging voor kon vinden. De kleur is zo neutraal eigenlijk. Heel mooi. En sommige bronzers die hebben echt een beetje zo'n rood tint erin. Dat heeft deze helemaal niet. Hij geeft je eigenlijk gewoon de sun-kissed look die je eigenlijk gewoon wilt hebben. En dat vind ik ook heel fijn aan deze bronzer. De essence vond ik ook goed. Dus mocht je nou echt gewoon niet zo'n groot budget hebben om uit te geven, koop dan gewoon die van Essence. Alleen zit daar wel parfum in. Daar moet je wel rekening mee houden. En dat was ook hetgene waar ik dan uiteindelijk niet zo goed tegen kon. Dan het volgende product is de poeder. Ook de poeder vond ik eigenlijk gewoon te duur om nog een keer extra te kopen. Poeder is poeder, lijkt mij. En qua kleur of zo had ik in principe ook gewoon van Essence een goede vervanging gevonden. Dit is dan wel de witte. Die vond ik ook net wat fijner. Maar het matteert gewoon goed. En dat is in principe met deze ook hetzelfde. Maar zoals ik al zei, ook in de Essence producten zit weer parfum. En dus kon mijn huid daar niet zo goed tegen. En dat merkte ik gewoon heel erg. Dan de foundation. Ook de foundation vind ik heel fijn. Hij is niet heel dekkend. Hij is gewoon mooi licht op de huid. Maar ik denk dan ook als jij je huid goed verzorgt, je hebt verder geen last meer van echt te veel buisjes ofzo, dan heb je ook helemaal geen dekkende foundation nodig. De foundation is er trouwens in 6 kleuren. Namelijk, zoals je hier ziet, 10, 20, 30, 35, 40 en 45. Ook bevat de foundation hele milde ingrediënten. En een van die ingrediënten is bijvoorbeeld jojobaolie. Ja, wel vond ik, wel wat ik me kan herinneren van deze foundation, is dat ik wel vond dat die af en toe iets te, nou, wordt mijn hoofd of mijn gezicht wordt al vrij snel vettig. En deze hield dat zeg maar niet tegen. Dus dat is wel, ja, dat vond ik wel jammer. Maar goed, dat ligt meer aan mijn eigen hoofdhuid denk ik dan echt aan de foundation. Want de foundation zelf is heel fijn. Brengt heel mooi aan. Dan als laatste de kwast. Ook echt een mooie fluffy kwast. Ik heb hem natuurlijk ook nog van de andere box. Dat is deze. Dus ik heb er nu 2. Blij. Dan kan ik 1 voor de poeder gebruiken en 1 voor de bronzer. Super handig. Ook de kwast vind ik gewoon heel fijn in gebruik. Hij is heel zacht. En daarmee is het gewoon heel fijn om je bronzer aan te brengen. En de blend gewoon gelijk helemaal mooi over je gezicht eigenlijk. En dan was dit de unboxing van... Dan was dit de unboxing van deze make-up box eigenlijk van Uncovered Skincare. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden.
Ik ben wel van plan om ook nog een aparte video te maken waarin ik de producten daadwerkelijk op mijn gezicht doe. Dan kun je gelijk ook zien hoe de producten, wat de producten doen. En hoe ze vallen, of ze goed dekkend zijn. Dan kun je zelf ook wat beter oordelen of de producten wat voor jou zijn. En vond je het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij een volgende video. Doei!